dat we allemaal gaan dansen. Ja, kom, we gaan met de Wesley, Lok. Vraag aan Wesley. Ja, ik voel me nu weer lullig van Lieve Beer. Ja, maar hij werd helemaal gek en dat moet je niet doen in tegen onze groep. We komen voor elkaar op, weet je wel. Ja, we zeggen wel, Lieve Beer. Ik zal jullie verdedigen. Er is niemand bij... Vraag aan Wesley. Er is niemand bij de hangar, zegt iemand. Er loopt iemand daar bij de hangar. Kunnen er misschien twee mannetjes even gaan scouten of er nog iemand is? Pak de beer, vermoord de beer. Schat me! Is het niet gedaan? Oké, zo gaan ze met de kogels om. Wat gebeurt hier? Nee, kom wel, Peter! Die harige man! Noemde hij het nou een harige man, die beer? Ik weet niet waar die ook... Zomaar Mark, is deze te vertrouwen? Deze heb ik nog helemaal niet gezien. Hij wil gewoon een lekker babbeltje met ons maken. Doen we dat gewoon. Hij staat wel een beetje ongemakkelijk naar ons, maar hoe groot is dat kamp opeens? Op een leger, jongens. Wow, Hij is weg! Niet de vogels neerschieten! Oh, jongens, gek geworden! Is Wesley nog wel in de server? Want anders is dit allemaal voor niet. Laat ons even chatten. We mollen die Wesley uit, jongen. Wow, er is weer een verrader! Verrader in de zaal! Wie deed het? Oh, ze zijn helemaal gek. Ja, ze schieten gewoon op alles op de weg. Schieten op elkaar. Wat gebeurt er nu op dit moment? Waarom schiet iedereen? Hij vlucht! Was dat hij is er nog. Ik schoot rond op die gat van Keplo. Sorry, man. Wilde Brat toe. Moet even het plan uitleggen aan onze nieuwe mannen. Iedereen verzamelen. Oké, mannen. Voor de nieuwkomers. We zijn een leger begonnen en zojuist hadden we het meest trouwe leger aller tijden. Er zat weer wat onkruid tussen, maar de rust is wedergekeerd! Ik snap. Nu is ons plan om Wesley terug te pakken. Mag ik je likken? Ik wil je likken. Geen gelik! Lekker likken! Dus we moeten... Ga blijf nou staan, Peter! Je wordt helemaal wild! Blijf gewoon staan! Oké, we moeten hem lokken. Blijf nou staan! Blijf nou staan, wordt er tegen me gezegd. Het is de mannelijke man die ons vermoord heeft. De mannelijke man heeft het gedaan. Ja. En Bessie zat nog in de server, dus we konden het zo doen. We konden hem zo vermoorden, maar het duurde zo lang. En niemand in het leven is te vertrouwen, merk je maar weer. Ik dacht dat het meest trouwe leger... Was het niet? Hadden we hem net niet een kapitein gemaakt? Nee, dat was handig, Harry. Kijk nou wat er is gebeurd. We zijn genaaid. En waar zijn we? En het is weer nacht bijna. Nu staat Brazou ook op het lijstje. We hebben drie mannen nu. Eentje waar ik de naam van ben vergeten. Die is weer veilig. Die is veilig. Brazou staat erbij en Wesley. Het officiële target. Ja. Maar Brazou, daar ben ik nu ook. Jullie hiërarchie was te sterk. Bernard heeft een wapen voor ons. Het kan nog allemaal. Dan maar met de kleine leger. Er waren mannen waren te vertrouwen. Ja, waren een paar mannen te vertrouwen. Die ook voor elkaar opkwamen als echte broeders. Weet jij waar we zijn? Is het de weg? Ik zie werkelijk niks. Het zou mooi zijn, we hadden net het leger. Ja, maar waarom zou je ons ook vermoorden? Als je naar de server komt om ons te helpen. Ja, misschien is dat niet het geval bij iedereen, hè. Het is ongelooflijk. Er zijn gewoon een paar mensen die mee willen helpen. Ik denk dat iedereen ook gewoon volledig uit elkaar is gesprint nu. Ja, denk ik ook. We moeten in het vervolg gewoon alleen mensen die we echt vertrouwen. Geen onverwachte promoties meer. Nee. Iedereen moet eigenlijk... Mannig Harry was zeer mannelijk en ik weet niet of dat we hoorden. Die konden we vertrouwen ook. Ja, die kan dan per direct vertrouwen. De mannelijke mannenstem was aanwezig en dit is weer waar we net waren. Van de beer. Weet je nog hoe we toen gingen? Toen liepen we zo toch? Nee, ik weet geen idee. Toen zei je, waar gaan we heen? Kunnen we niet beter op de weg blijven? Want ja, maar dit dat was super ver liepen we hoor, echt. Zal ik de weg dan gewoon volgen? Driving in a fast lane. God beat it in the... Oké, we zijn de weg nu al kwijt. Ik heb dit vaker opgelost. Puur op instinct. Poeter en Simon. Oh man. Hey! Hallo? Is het als het Wessel? Ga nou alsjeblieft op af, want Hallo? Hij heeft een wapen zeker of Wie niet? Wie is het? Hallo. Hij heeft gewoon een fakkeltje. Hey Mark. Zomaar Mark. Hey, zag jij niet ook net in het leger? Ja, volgens mij wel, maar iedereen ging schieten. Is het totale leger gesplitst nu? Dan glijdt een kogel door mijn bord. Oei. Van welke kant? Weet jij nog waar het hangar ongeveer is? Nee. Nou, dan volgen we deze weg gewoon eventjes. Wil je ons leger joinen? Ja.
Zelfverzekerd is deze man. Dat definitief mag ik wel, antwoord. Ja, ja. Hij denkt geen seconde na ook. En dat vind ik belangrijk. Geen enkele hoor. Hulplijntje ingezet. Nee, nee, nee. Hij heeft nog 3 hulplijnen volgens mij. Ja. Een vriend bellen. 50-50. Oh, ik volledig. Ik weet niet meer waar de weg is. Ik ben afgeleid, hè. Ik denk naar links. Oh, wow. Hetje. Oh, kun jij voorlopen? Want we kunnen de weg niet zien. We hebben geen licht meer. Oké. Okay. Oh. Ik volg de weg wel. Zomaar Mark, hè? Dit is een makker. Liefst op het eerste gezicht kan je dit noemen. Kijk, zo zie je wie de betrouwbare mannen zijn. En zomaar Mark is er eentje van. Ja. Vriendschap op het eerste gezicht. Ja. We hebben bijna geen woorden gedeeld en nu weten we al dat het een makker is. Zie, hij schrikt ook gewoon af en toe van dingen en dat accepteer ik dan ook. Hij schrok van zijn eigen vuurtje in zijn hand. Kijk, wat gelukkig wel weer licht. Ja. We moeten een manier vinden waardoor we ons iets kunnen afscheiden van de groep, zodat we niet kwetsbaar zijn. Wat bedoel je? Ja, ik bedoel, zeg maar, we moeten eigenlijk een aparte groep hebben waar iedereen moet lopen. En die moet onder controle worden gehouden. Ik heb het over een dictatuur. Maar net hadden we kleertjes en een lekker wapen. We hadden zelfs op mannen neergeschoten die de orde verstoorden. Ja, ja, ja. Het ging gewoon goed. Ja, volgens mij zijn we erbij. Oh nee. Toch niet. Er ligt niks in dit, Oh, Wilderman. Gaan we erop af? Gaan we erop af? Gaan we erop af? Gaan we schieten. We willen niet dat volgens mij schoten ze op ons. Oh, daar komen wel de mannen. Peter en Timon worden al geroepen. Gaan we omheen? Ik denk dat het beter is om er omheen te gaan. Dus ze horen roepen onze naam al. Dan weet je toch dat ze... Hallo? Hallo? Hier? Nee, maar hij schoot net niet. Vraag of hij schoot. Schoot jij net? Nee, ik schoot. En dan heet hij Erik de Schoter. Dat klinkt niet echt. En maar nee zeggen. Oh. Er zit daar een man in dat stadje die op ons schoot, dus we kunnen er beter omheen gaan. Ja. Je zit ook even op mij. Peter, wil je een geweer hebben? Nou, daar zeg ik geen nee tegen. Kom maar mee. Is dat te vertrouwen? Ja, vertrouw die man gewoon een keertje. Ja, ik voor die bol. Oh, een hondenleger. Kijk, die honden werken wel beter samen. Oh, duik erin. Lekker huisie. Nou, dat speelde weinig. Moet hem eerst even maken hoor. Oh, je moet er eentje maken. Oh. Lekker spelen is echt kut. Wie komt er nog meer op ons lijstje te staan? Risora. En Putin. Bij welk stadje zijn we nu in de buurt? Dit is Smoret. Dan moet er toch iemand in de buurt zijn, of niet? Zijn die honden gewoon wild? Juist. Ik heb wel veel deurgaten. Oké, beans. Dankjewel. Oh. Willen jullie ook wat blueprints hebben? Nou, dat klinkt helemaal niet verkeerd. Dan loopt de man. Dan loopt de man. Loopt de man voor je huis, hoor. Oké, studeren. Wat denk je dat ik ben, een leerbeer? Nee, je bent het toch echt? Je hebt me te pakken. Boots, trek je schoentjes aan. Verder heb ik niet veel meer. We waarderen het. Instant vertrouwen opgebouwd. Maar er loopt hier ook een man buiten. Oh, het man. Dennis. Hij wel een wapentje. Doe je deurtje dicht anders. Want als Dennis dan wild wordt, dan is hij ingesloten. Ik heb geen pistool. Of is het zijn huis? Dennis, vraag of je vertrouwen bent. Dennis, ben je het vertrouwen? Dit is geen tennis. Ja, ik bedoel, wat? Weet je wat het probleem is? We vragen of ze vertrouwen zijn, maar de mensen die niet te vertrouwen zijn, die liegen over het algemeen. Ja, maar je hoort aan hun stem en Dennis die had een beetje een twijfel. Zoals die van Mark zijn, ja. Ik heb alleen maar shit. Daar twijfel ik geen moment aan. Nee. Ik denk dat mensen ongeveer wel hierheen gaan komen. Hier zitten we nog wel veilig ook. We moeten een manier vinden waardoor we mensen kunnen toelaten in ons leger en ze te vertrouwen zijn. Een soort van ontgroening moeten we hebben. Ze moeten ons vertrouwen. We mogen ze één keer slaan met de steen. En dan moeten ze hun steen inleveren. Wow! Dat is een best wel... Daar vraag je best wel veel van, zeg. Zal ik anders hier een code op de deur zetten? Dan kunnen jullie er zo in. Dat is misschien een goed ideetje. Wat moet de code dan zijn?
5, 4, 3, 2, 1.